Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. We willen er allemaal op staan. We hebben weer een boodschappenshoplog, hè? Waar zijn we geweest, Brooke? Jumbo. Dus we gaan weer laten zien wat we deze week gaan eten. Het is vandaag ook de eerste dag van de... zomervakantie! Dus daarom zijn ze er. En dat betekent ook dat we een heleboel lekkere dingen hebben gekocht. Hier staat dus het. Dus we gaan ermee beginnen. Zoals altijd zet ik onder de beschrijving wat we per dag gaan eten. Het zal in de vakantie altijd een klein beetje afwijken afhankelijk van wat we gaan doen. En of we bijvoorbeeld met de lunch of zo gedaan hebben als ze weg zijn. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je de video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. We hebben heel veel. Het lijkt heel veel, hè? Er zitten ook wel heel veel gezonde dingen tussen. We beginnen gewoon even hier samen hier zo. We hebben brood. Een brood. Gewoon even extra. Er zit ook wat in de vriezer, maar extra brood is altijd fijn. We hebben... deze hele mooie ontbijtkoekjes. Ontbijtkoekjes. Ja, alvast voorgesneden, want Brooke zei dat jullie die lekker vonden. We hebben witte bolletjes. Witte bolletjes hebben we ook eigenlijk een beetje meer in de lunch. Eierkoeken ook, ja. En hierachter zijn een beetje de snacks. We hebben Prins Chocolate Cookies. Ja. We hebben de bekende Oreo's. En chocolate chips. Nou, de trend is, we houden van chocoladekoekjes. We hebben hier de Calippo's. Ja, een zomervakantie is geen zomervakantie zonder ijs. En dan nog... Festini ijsjes. Die zijn echt super, maar 50 calorieën, dus die zijn heel goed voor mama. We hebben... we beginnen even hier zien. We hebben nu al beleg. We hebben jongbelegen kaas. Twee keer. Jongbelegen. We hebben grillworst, salami, achterhaal, boterhamworst. En kipfilet. We hebben de kipfrietjes. Weet je waarom we die hebben? Voor een heel leuk gerecht, denk ik. Nou, die hebben we eigenlijk allemaal met de salades. We hebben... een stoommaaltijd, kip, rozemarijn. Dat is een beetje omdat jullie deze graag wilden eten. Noedels. En mama vindt dat prima, dat we dat een keertje doen. En... pannenkoeken gaan we ook een keertje eten. Want dit meneertje is aankomende vrijdag jarig. En die gaat uit eten met zijn vader. Dus dan kan Brooke lekker zelf eten als ze wil. Cupcakes. En dit zijn deze noodles. De yum yum chicken flavor. Die hebben heel veel flavors. Die vinden we lekker. Dan hebben we een fruitmixje met kiwi, aardbei en druiven en katalopen. Nou, ja, gezegd. Ze zijn gewoon 3 voor 5 euro. Dus nemen we verschillende versies mee. We hebben lekker aardbeien. Nederlandse aardbeien. En een hele grote zak met appels en snoeptomaatjes. We hebben voor ongeveer rondbij 2 keer de focus drink. Nou, eentje voor Brooke en eentje voor jou. De aardbei en de zo goed zijn jullie niet. Oh, we hebben ook nog asperges, dat is wel voor een gerechtje. We eten een keertje zalm met asperges, paprika en couscous. We hebben kiwi. Nou, de rest van dat gerechtje heb ik nog in de... ja, paprika nog wel. En zalm zit nog in de vriezer en... koevoes staan in de kast. Waar betekent komkommers? Ja, komkommer voor bij de tomaten en de hummus. Ja, en voor mijn salade babybelletjes ook lekker. Smeerkaas nog op de bammetjes. We hebben magere yoghurt. Ja, 2 grote bakken. Dit is de aardbeien. Magere kwark. En we hebben de met yoghurt van Dilje. Ja, een heksenkaasje. Bugles. We hebben de bugles. Paprika. Ja. Chocopasta staat echt helemaal op. Logan, zijn enige request voor de boodschappen was pistachenootjes, dus die krijg je dan. En focus. En focus inderdaad. Maar ik vond het niet. Ja, en dan hebben we nog dubbel fris. Cola light zonder cafeïne. Lipton iced tea green. Bugles en paprika chips. En dubbel fris had ik nou gehad. Amy, hoe is het dus een mengelmoes van super gezond met super niet gezond? Ja, kijk hier. En dan gaan we proberen te kijken of we de cupcakes uit de airfryer kunnen maken. Want die heeft een bakstand. Maar ik ben benieuwd of dat lukt. Kijk, zeg maar als je hier kijkt. Dit is allemaal gezond. Dan wordt dit allemaal ongezond. Wordt dit weer gezond. Wordt dit weer opgezond. Wordt dit weer gezond. Wordt dit weer gezond. Ja. Yeah. Al met al hebben we toch wel weer... Brooke, heb jij het bonnetje nog hoeveel het was? Want ik weet echt niet meer hoeveel het was. Brooke is van de bonnetjes. Ik heb heel veel. Als jij moet gokken lopen, wat denk je? 120 euro. Oeh, vind ik wel een heel realistische onderaan de bon altijd. 126 euro vind ik een hele realistische gok. Oké. Het is
€108,89. Nee, ik zit toch in de buurt. Ja, precies. Maar daarom zeg ik dus een hele realistische gok. Heel geweldig. Maar eigenlijk was het €109,64. En er ging nog emballage vanaf. En ik had €12 korting. Dus eigenlijk was het €121. Ja, €122,07. Bedoel maar. We hebben toch iets heel cools. Een nieuwe voerbak voor onze hond. Ja, dat is wel waar. Die is van de week gekregen. Kunnen we ook zetten dan ga ik op mijn vak in. Dus dat is het voor alle boodschappen. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving neer wat we ongeveer dus per dag gaan eten. Maar again, het is vakantie, dus het kan een beetje afwisselen. Zoals altijd wil ik jullie vandaag deze video een duimpje omhoog te geven. En niet vergeten te abonneren op mijn kanaal om op te blijven van de video's die ik post. En dan zien we jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!